Nou zit ik hier al 5 minuten te wachten. Weet je wat ik doe? Ik zal voor de gein eerst uittellen. Hij had laatst zo'n prachtig dingetje, die Krabbendam. Een prachtige wekker. Had hij zo'n leuk geintje over inkopers. Ik zal hem eens neerzetten om te wachten hoe lang het wel niet duurt. Voordat hij er nou eens een keer is. Hey, Martin. Ik, Wat ben jij doen? Nou, ik zat vreselijk op je te wachten. Echt waar? Dat weet je waar. En jij hebt mijn laatste wekkertje gegeven. 25 minuten zitten wachten. Oh, jij ziet er lekker uit. Wat is er gebeurd? Ben je een beetje wezen snoephappen? Nee, ik zal je vertellen. Ik heb allerlei attributen meegenomen voor dit ultieme premium. Dat is de Bubble Bath Maker. Bubble Bath Maker? Ja, 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 ja. En ik ben het hele kantoor af geweest hier. Voor een van de dames die misschien wilde helpen om dit product uit te proberen. En? Helaas. Nobody. Ze wilde nobody. Dus ik heb het zelf moeten uitproberen. Hmm. En ja, het ziet er een beetje vochtig uit allemaal. Dat is het ook. En het wordt een zootje vandaag. Maar ja. Nou, alles aan de kant. Dan weet je dat maar vast. Dus watch your laptop. En wat is dat dan? Wat nou, de bedoeling is dat je met dit product, dat je hem naast je bad hangt. Aan de tegeltjes. En dat hij dus bubbeltjes gaat geven in je bad. Dus dat je lekker schuim in je bad krijgt. Bijzonder handig, heb je altijd op zitten wachten, Martin. Dus wat ik meegenomen heb is wat badwater. Ja. In een fles cola, eventjes voor nu. En ik heb een beetje dreft meegenomen. Dat is een beetje, maar dat schuimpje is even lekker, dat kun je het goed zien. En ik heb een soort nepbad meegenomen. Zodat we eens even kunnen kijken of dat gaat werken. Nou, dus, je kan zeggen wat je wil. Een heel hoog middelbare schoolgehalte. Ja, maar ik heb hem goed voorbereid. Scheikunde. Het gaat er alleen maar om dat we goed kunnen demonstreren hoe dit product werkt. En ik heb me ook voorgenomen om dit keer de gebruiksaanwijzing gewoon goed door te nemen. Nou, dit is het ultieme apparaat. Ja. Ja, het is, zoals je ziet, is het fancy vormgegeven. Ja. Het is een tikje vrouwelijk, zullen we maar zeggen. Ja, oké, okay, maar goed, bad, hè. Lekker bad, zo. Goed, nou, zeg zelf, het ziet er niet uit, maar desondanks, het kan erg leuk zijn. Jawel? Ja. Ah, fijn. Nou. Dit product, maar voordat we het product gaan gebruiken, eerst de gebruik. Verstandig, want het is ingewikkeld genoeg. Nou, dit is hogere school, hoor. Let op. Nou. Ik ga het je exact voorlezen. Nou, woord voor woord. Ik zal wel een paar dingen eruit voorlezen. Okay. Ja? Goed. Hier staat letterlijk. Schroef de deksel. Zet 3 keer 1,5 VAA batterijen in. Heb je die? Ik heb hem er al pas in gedaan, want okay. Dan wordt het gedoe. Ja. Dus haakje staat erachter. Bevat niet. Bevat niet wat? Nou ja, dat staat er zo. Dus schroef de deksel, zet batterijen in, bevat niet. Later, comma, sluit, schuine streep, schroef, opnieuw het onderwerp bouwt. Ja? En later krijgen nog eens een keer, wat staat er dan? Nou, later sluit, schroef, opnieuw het onderwerp bouwt. Zo, dat is Nederlands hoor. Ja, en dan opstarten. Bevestig de machine op de gewenste plaats over het bad. Door de zuignappen die lichtjes stevig aandrukken, muur of tegel. Die lichtjes stevig aandrukken. Ja, ik zie geen lichtjes, maar nou, ze bedoelen waarschijnlijk niet, dat je... Volgens mij een Chinees die hier Nederlands aan het leren is. En dan de aanwijzing. Let erop dat het bubbelweil vast aan de bus zit. Deze bus, 1... van de zeepblaar op de pijp aangelegd met een T, wordt zonder DT, welke onder de vulvak is, waar water en zeep direct kan worden ingevuld, zonder dat het gedamteord hoeft te worden. Nou weet ik weer waar jij die gebruiksaanwijzingen nooit leest. Want je kan er echt helemaal niks mee. Ja, dus dit is, nou ja, fijn. Trek de belangrijkste hoofdgedeelte, container, van het machinedeel af. Ja. Juist. Vul het met water. Niet meer dan de aangegeven niet max. Meer van dan de aangegeven max. Niet meer dan van gegeven max. Ja, dat is echt onleefbaar. Maar we gaan even tot aan het... En vloeibare zeep. Lees even door. In de container. Later moet de container opnieuw met het machinedeel worden opgebouwd. Zorg absoluut ervoor dat beide delen opnieuw vastzitten. Nou, dat gaat. Nu kan het app... Met het on-off. Met het on-off schakelaar. Gebruikt worden. Ik dacht al dat het de schakelaar was, maar ja, nou, sinds vandaag is het schakelaar. Dus nu moet ik dit zo weer monteren. Oh nee, we moeten gewoon hoog. Bij het schoonmaken van het materiaal met water alles uit elkaar nemen. Ja, dat is logisch. Goed laten drogen en vervolgens de aanwijzing weer monteren. Nou, ik heb... Oh. Wat zegt u? Ik heb er inmiddels sop in gedaan en water. Dus de bedoeling is dat dit hele zaakje dat weer zo op elkaar gaat. Ja. Nou, dan speel jij even tegelwand. Ja, doe ik. Jij speelt even tegelwand. En dit speelt het bad. Er zit nog geen water in, maar dat is niet zo heel belangrijk. En we drukken op. Let op, houd beet, hè. Houd beet, kijk.
En de eerste Kijk nou. Hij doet het. Ja, dat is toch ongesteld, Martin. Ik bedoel, die gebruiksverwijzing lijkt nergens naar, dat we eerlijk zijn. Maar het is wel funny. Dan moet je hier nou toch mee, eens. Ja, er zit nog een heel verhaal aan vast. Het is een taalgebruik, jongen. Uitsluitend bij betaalde verzamelpunten op een plaats van speciaal afgeven. Betaalde... Oké. Okay. Wat dacht je van aansluitklemmen? Aansluitklemmen? Nou maar. Ja. Hé, hey, maar hij doet het. Zorg alvorens ervoor het opzetten of de respectieve oppervlakte gelijkmatig, stofvrij en vrij van zeepresten meer aan de muur zitten. Hij is vooral funny door zijn gebruiksaanwijzing. Geef het. Nou, ik vind dit ook behoorlijk funny. Ja, dit is wel leuk. Dit is wel leuk. Is dit toch wel... Wel een hoog kotsgehalte, vind je? Het ziet er niet uit. Het ziet er zeker niet uit. Maar ik weet ook niet voor wie je het zou kunnen gaan gebruiken. Ik ook niet zo. Kijk uit dat je sok straks niet boven je bad uitloopt. Nou ja, misschien een beetje onze beloftes zijn geen zeepbellen. Of zo. Oh, je moet hem niet al. Nee, je moet wel alleen sop, hè? Kijk eens even. Nee. Eén bak met sop. Het is maar net wat je wil hebben. Als jij een bak met sop wil hebben, jongen, krijg jij een bak met sop. Ja, het ruikt. Ja. Hè? Ja, het zijn ook wel regelmatig mooie belletjes. Ja, zeg, het zijn wel belletjes. Ik snap niet dat je personeel er niet in wil, Martin. Want je ziet namelijk niks. Nou, ik denk niet dat het aan dit ding ligt, maar aan jou. Nou vraag jij dan nog eens een keer. Goed. Maar dit is een geinig ding. Alleen, laten ze dan wel een Chinees opzetten die een beetje kan vertalen, zeg maar. Dat lijkt natuurlijk nergens naar. Gebruikswijze lezen we niet meer. Doe me ook niet. Veel plezier ermee. En ik ga verder boven. Ik zou zeggen, pak de feun er eens bij, jongen. Ja, hij is leuk, maar wat moet je er nou mee? Zo blijven zitten de hele dag? Of kunnen we gewoon voorzichtig zo dit leeg laten lopen? Ja, hij is misschien te roos, te fout. Maar het is toch eigenlijk ook alweer een geinig dit. Hoewel, promotioneel, ik weet nog niet 1, 2, 3 wat ik ermee moet. Maar wie weet, we onthouden hem gewoon. Ik ga naar huis. Is even een lekker bal. Dat lijkt mij helemaal goed.